Wij hebben bezoeken in de avondshow. We hebben Piotr hier, die je net ook hoorde natuurlijk met Chameleon, samen met Obi. En hij heeft Woodstick meegenomen. Samen hebben ze Omgekeerde Wereld, de single. Ja, het gaat over jullie moeders toch, als ik goed zeg. Klopt, zeker weten. Jouw moeder is chronisch ziek. Ja, ze heeft een ziekte. Kijk, je hoort de laatste tijd vaak mensen die geen gluten mogen eten en dergelijke. Zij heeft die ziekte, zeg maar, celiakie heet dat. Maar ze heeft dat 20 jaar niet geweten, dus heeft ze dat wel gewoon gegeten. Dus haar darmen zijn een soort van helemaal die hebben daar een opflikker van gehad. Ja, en daardoor heeft ze gewoon eigenlijk altijd pijn in haar lichaam. En ze is gewoon heel erg verzwakt. Ja. En dat is lastig om te zien. Als je op een gegeven moment ouder wordt, dan krijg je dat door, toch? En dat, daar gaat het liedje voor mij over, zeg maar. Maar prachtig, prachtig nummer sowieso. Wat was haar reactie toen je dit voor het eerst aan haar liet horen? Ja, ze moest wel een beetje huilen, denk ik. Ja, ze vond het super mooi. En toen later belde ik haar of ze in de clip wilde spelen. En toen zei ze van ja, ik zat al te wachten tot je me zou bellen daarvoor. Dus ja, daar ben ik ook wel trots op dat mijn ouders in die clip spelen. Dat maakt het voor mij wel af. Ja, ja, prachtig. Ja, toch? Het meeste werkje, wat mij betreft. En clip hier zeker even checken. Staat gewoon op YouTube natuurlijk. Hoe is dat voor jou? Bij jou is natuurlijk iets anders. Je moest overleden, helaas. Ja. Afgelopen december. Daarom was dit eigenlijk ook een soort van alsof het zo moest zijn. Mm. Het was voor mij eigenlijk direct van oké, dit is gewoon de bedoeling. Waarschijnlijk heeft mijn moeder hiervoor gezorgd dat deze kruising plaats heeft gevonden. En ik moet dit gewoon doen. En godzijdank, het was ook nog eens een heel goed liedje. Ja, zeg dus, dat wel. Dat werkt ontzettend mee. Maar ik vond het ook. Ik werd gebeld door Lars, door Snelle. Ja. En ik heb hem op dat moment ook niks gezegd. Ik zei gewoon van laat maar horen, ik ben benieuwd. Oh, je hoorde het verhaal van Piotr voor zijn moeder. En toen dacht jij, ik ga niks zeggen. En het sowieso niet wat jij even tussen neus en lippen erdoor gooit. Nee, maar ik had zoiets van, ik ga dit gewoon doen. En ik heb het in mijn studio gewoon opgenomen, demo-wise. En ik stuurde het terug en hij had zoiets van wow. Ze zaten in de auto. Hij zat in de auto met een van de producers. En ze waren helemaal een soort van oké, dit is helemaal te gek. Dus daar ben ik blij om, want het komt namelijk recht uit het hart. Het is voor mijn moeder, ook voor mijn moeder. Want die is in december overleden aan kanker. En daar werd hij wel even stil van. Ja, snap ik. En toen zei hij ook van nou is het nog mooier. Dus, een prachtige ode. Ja, ik kan al ook niet wachten. Ik heb net natuurlijk al even de soundcheck gehoord. Ja, het ligt er ook gewoon weer goed op. Het is fantastisch. Ja, ik heb heel erg zin om dit nog een keer hier te horen. Het land in te slingeren. Zeker. En stuur ik even zeker een reactie door via Instagram, Club Ondersteboven, of via de gratis Slam app. Het zijn Piotr en Woodstick en live Omgekeerde Wereld. Yes. Ik heb mijn vader op bezoek, we drinken gemberthee. Hij zegt me, luister jonge mama heeft een slechte week. Ze moest huilen van de pijn, er waren veel tranen. Ik wil hem zeggen wat ik denk, we gaan niet stilstaan hè. We zetten schouders eronder, we gaan het aanpakken. Het kan weer worden net als vroeger, moesten vaak lachen. Dus ik zeg, mijn pa geeft mijn moeder een kus en God zegen. Er zijn nog een paar dingen die ze moet weten. Dus ik schrijf een brief en ga mijn hart luchten. Mama bedankt, ja ik kon vroeger elke brand blussen. Je was de wereld voor me, ben je nog steeds. Maar moet nu zorgen voor mezelf door coupletten en takes. Het lijkt de omgekeerde wereld, maar zo gaat het gewoon. En zo vader, zo zoon, dus ik ben daar tot de dood. Voor mijn familie door het vuur, je hoeft me niks te vragen. Heb je me nodig, ben ik daar, ik zit al in de wagen. Zoals je zong voor mij, zing ik nu voor jou. Over dromen en verdriet, omdat ik zoveel van jou. Het is de omgekeerde wereld, met de rollen omgedraaid. En nu ben ik hier voor jou, want jij was daar voor mij. Voor mij. Vroeger zong je liedjes voor het slapen gaan. Over engelen die altijd voor me klaarstaan. Nu zing ik liedjes voor jou, al ben je ver weg. Ik hoop dat ze je helpen, je blijft zeggen dat je sterk bent. Maar als je helpt wanneer we bellen ben ik soms bang. Maar ik weet zeker dat het leven weer naar ons lacht. Je kon mijn boterhammen smeren en me naar school brengen. Nu doe ik alles voor jou, moet je eens opletten. Het lijkt de omgekeerde wereld, maar zo gaat het gewoon. En zo vader, zo zoon, dus ik ben daar tot de dood. Voor mijn familie door het vuur, je hoeft me niks te vragen. Heb je me nodig, ben ik daar, ik zit al in de wagen. Zoals je zong voor mij, zing ik nu voor jou. Over dromen en verdriet, omdat ik zoveel van jou. Het is de omgekeerde wereld, met de rollen omgedraaid. En nu ben ik hier voor jou, want jij was daar voor mij. Voor mij. Want niemand
niemand die kon doen wat jij deed. Voor mijn familie door het vuur, je hoeft me niks te vragen. Heb je me nodig, ben ik daar, ik zit al in de wagen. Zoals je zong voor mij, zing ik nu voor jou. Over dromen en verdriet, omdat ik zoveel van jou. Het is de omgekeerde wereld, met de rollen omgedraaid. En nu ben ik hier voor jou, want jij was daar voor mij. Live op Slam, Pjotr en Woedstik. En omgekeerde wereld. Wauw, mannen, wat goed. Shit. Mooi, hè? Ja, dit is echt prachtig.